Duurzaamheid is de toekomst. De jeugd is de toekomst. Vandaar hier in Dwingelo de eerste duurzame school. Mede mogelijk gemaakt door Van Triest Technische Groothandel. We zijn hier in Dwingelo, een brede school in aanbouw waar twee lagere scholen bij elkaar gevoegd worden in combinatie met een peuterspeelzaal. En we laten hier de jeugd ook zien dat wij als installatietechnisch bureau de energiezuinige voorzieningen zijn aanbrengen. En dan worden ze vanaf het begin af aan al opgevoed met duurzaamheid, ja. Groen, toekomst. Wauw. En dat ze dan op die manier inderdaad bewust door het leven kunnen gaan. En waarom zijn jullie in zee gegaan met Van Triest? Nou, Technische Groothandel Van Triest is voor ons een hoofdleverancier. Waar wij de meeste elektrotechnische materialen vandaan halen, die ons goed adviseert, die prijstechnisch voor ons ook interessant is en inderdaad wat belangrijk is, gewoon ook op tijd levert. Wat is voor jullie precies de meerwaarde van Van Triest? De meerwaarde van Van Triest is dat we een betrouwbare partner hebben die ook meedenken in het hele concept. Ze weten precies wat wij willen ook en ze denken gewoon mee in het hele verhaal. Er komen hier straks 185 individueel te dimmen ledlampen. Je kan het daar een klein beetje zien, maar het hele dak ligt vol zonnepanelen. Alle individuele elementen die de school duurzaam maken, komen hier bij Van Triest vandaan. Bart, vertel even wat over je bedrijf. Nou, je bent hier te gast bij TGA Van Triest. TGA Van Triest is een regionaal opererende elektrotechnische groothandel. En hoe zijn jullie zo bij de duurzame school terechtgekomen? Nou, onze opdrachtgever die heeft ons uiteindelijk gevraagd van God, wil je eens meekomen kijken? We hebben hier een project en wat zouden we daar aan producten kunnen toepassen die in ieder geval met duurzaamheid te maken hebben? Onder andere naar de verlichting, naar de data, het hele infrastructuur van de kabel. Alle producten die enigszins duurzaam zijn, die hebben we daarin meegenomen. Een doolhof van duurzaamheid. Dit is een bouwlamp. Ja, klaprol. Vroeger was dit 500 watt. Tegenwoordig is het nog maar 30 watt. Nice. Wat is dit nou weer? Dat is een ventilatiebox voor woonhuisventilatie. Vroeger zat er een wisselstroommotor in, nu zit er een gelijkstroommotor in. Het is al 83% zuiniger. 83%? Ja. Tuurlijk. Vroeger had je een licht bak. Nu, met LED, nog geen halve centimeter dik. Kijk eens wat een licht. Speciaal grijs. En dit is de straatlantaarn van de toekomst. Wat merk je nou vanuit de markt? Nou, wij spreken iedere dag heel veel installateurs. En we zien wat die mensen op de bouw allemaal aan producten gebruiken. We zien dan de mensen die hier aan de balie komen en die vragen naar een bepaald product. Nou, wat onze taak daarin is, dat wij die mensen adviseren welk product zij voor die specifieke toepassing het beste kunnen gebruiken. Is er nog heel veel rendement te behalen dan? Ja, ik denk dat er nog heel veel rendement te behalen is. Ja, we zien dat gewoon met name in de ontwikkeling van nieuwe dingen. En de ontwikkeling van producten. Die klant heeft een bepaald beeld van een project wat hij in het verleden vaak gemaakt heeft. Dus zegt hij van, dit zijn de producten die ik daar heb toegepast. En die wil ik hier ook weer graag toepassen. Waarin wij dan adviseren om te zeggen, je zou voor dit specifieke project zou je toch beter naar een ander product kunnen gaan. Want daar is inmiddels weer een nieuw product voor. Met minder vermogen en met meer lichtopbrengst. In eerste instantie zal de investering wellicht iets hoger zijn. Maar de terugverdientijd is zodanig dat u dat binnen een tijdsbestek van 3 of 5 of 7 jaar weer terugverdiend hebt. Ja, want mensen willen wel groen zijn, ja. Maar in het achterhoofd is prijs toch nog altijd redelijk bepalend. Prijs is wel bepalend. Maar alles wordt goedkoper, alles gaat veel efficiënter en effectiever. Dus op den duur gaat het allemaal niks meer uitmaken. En dat betekent niet dat al deze nieuwste duurzame producten onbereikbaar zijn. Want je kan ze gewoon vinden online.